Studenten HTS Autotechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van het Han Hydromotive Team stonden woensdag met hun zelfgebouwde energiezuinige waterstofauto op het Velperplein. Zij doen mee met de Shell Eco Marathon in Rotterdam van 16 tot en met 19 mei. Kun je wat uitleggen over dit programma? Ja, dit is een programma van de Shell. Wat de mensen erop wil wijzen, moeten gaan kijken naar alternatieve energiebronnen. Want de bronnen die we nu hebben, zoals aardolie, diesel, benzine, die raken een keer op. En we zien hier achter jullie een auto. Ik begreep dat dit niet de auto is waar jullie meedoen met de Shell Eco Marathon. Maar wat is dit voor een voertuig? Nou, dit is een voertuig, een Fiat Doblo. Die is omgebouwd door studenten van de HTS Autotechniek in Arnhem. Deze doet in feite hetzelfde als ons wedstrijdvoertuig. Er zit een elektromotor in en die wordt aangedreven door een licht accupakket. En de accupakket dat wordt op spanning gehouden door een waterstofgenerator. En dat is een beetje de link tussen ons voertuig en dit voertuig. En hebben jullie aan dit voertuig gewerkt? Is dat voor school of doen jullie dat in je vrije tijd? Nou, dit voertuig dat hebben andere studenten van de HAN gedaan, als zijnde een afstudeerproject. Ons eigen project dat wordt door tweedejaarsstudenten gedaan. Want wat zijn de plannen van jullie voor de komende jaren? De komende jaren willen we gewoon weer meedoen. Volgend jaar met een ander voertuig dat nog veel praktischer is dan het huidige voertuig. De auto's die meedoen aan die Shell Eco Marathon, zijn dat nou ook echt de auto's waar gewoon wij in de toekomst mee zullen gaan rijden? Of hoe moeten we dat zien? Je hebt twee verschillende klassen in de Shell Eco Marathon. Zowel de prototype klasse, dat zijn als het ware van die hele smalle lichte raketten op wielen, noem ik ze maar altijd. Met een hele benarde zitpositie. En je hebt de prototype klasse, daar rijden wij in mee. Dat is een klasse die is in het leven geroepen om wat meer een verbintenis met de realiteit te krijgen. Dus auto's waarin je een normale zitpositie hebt en waar je ook iets van bagage aan mee kan nemen. En een doorontwikkeling van dat soort voertuigen, dus met iets meer comfort, zullen we over 10 jaar wel in kunnen gaan rijden, Jan.